Geen cel, maar een zeer intensieve behandeling in een TBS-kliniek. Dat is de straf die de rechter heeft opgelegd aan de vluchteling die Riek van der Rakt uit Hees doodstak. Volledig ontoerekeningsvatbaar was Ayoub zo luidt het oordeel. Op het moment van het plegen van het feit eh, vond hij zich in een ernstige psychose. Um, en dat betekent dus dat er ook geen straf opgelegd kan worden. Ontslag van alle rechtsvervolging heet dat. Um, maar er kan wel een maatregel worden opgelegd en dat heeft de rechtbank ook gedaan. En dat is de ter beschikking met dwangverpleging. Rick van der Rakt fietst op 19 april vorig jaar in de vroege ochtend vanuit Hees naar zijn werk in een verzorgingstehuis in Os. Maar het ontbijt zal hij daar nooit uitserveren. Hij wordt uit het niets van achteren aangevallen door Ayoub IJ. Met één messteek doorboort Ei de rugzak van Rick, zijn long en zijn slokdarm. Rick sterft ter plaatse aan die verwondingen. Dat Ei zwaar getraumatiseerd is, blijkt in de periode daarna. De familie van Rick snapt dat Ei niet de cel in gaat, maar behandeling nodig heeft. Al zullen ze dit nooit afsluiten. We zijn eigenlijk verpland het niet af te sluiten. Want we willen ons hard maken dat het systeem gaat veranderen. Dat de privacy niet boven het belang van de samenleving komt. En Dat maakt ons wel sterk om te zeggen: van nou, we moeten door. Omwille van dat. Want daar zit op dit moment de pijn dat het recht op privacy voor de vluchteling of de statushouder op dit moment zwaarder weegt dan het verzoek om informatie van de gemeente die de statushouder moet huisvesten. Staatssecretaris van justitie Broekers Knol heeft inmiddels na te weten dat er wordt nagedacht of die regels kunnen worden aangepast.